En zoals u weet heeft ATV deze week een Srividentie-serie op weg naar 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. In deze editie van de Srividentie-serie brengen wij u een korte reportage van de oefeningen van de gewapende machten die vallen onder het ministerie van Justitie en Politie. Het traditionele defilé dat we kennen zal dit jaar aangepast zijn vanwege het COVID-19-virus. Onder inspecteur van politie Milton Kensmill, hoofdcoördinator Parade Defilé, zegt dat het defilé wel doorgaat, want 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid kan niet onopgemerkt voorbij gaan. Behalve de aanpassingen ter bescherming tegen het COVID-19-virus, zal het er verder wel uitzien als de voorgaande jaren. De aanpassingen. Ik had het net over de pelotons waar wij doorgaans op 4 gelederen lopen. Hebben wij alleen maar om de afstand tussen de manschappen enigszins te vergroten. Dat we nu op 3 gelederen lopen in steden van 4. Dus er is ruimte tussen de verschillende gelederen. Waardoor de overdracht, voor zover er sprake zou zijn. Ja, we hebben ieder getest vanochtend op de temperatuur. De overdracht in ieder geval daarmee wordt geminimaliseerd. Kensmill zegt dat de gewapende machten die vallen onder het ministerie van Justitie en Politie al enige tijd bezig zijn met oefeningen voor het defilé. En dat gaat vrij goed. Wij proberen zoveel als mogelijk zaken te leiden zoals de situatie dat van ons eist. We kennen onze verantwoordelijkheid en tot op dit moment rekening houden met de situatie zoals die zich op dit moment aandient. Ja, richten wij onze voorbereidingen ernaar. Hoofdcoördinator Parade Defilé Milton Kensmill. De pre-generale vindt aanstaande vrijdag plaats.